stellige boefjes. Hé, stellige boefjes. Maar als ik hem nog hoger doe, dan valt hij om met jullie erin. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Het is dag alweer donderdag 29 juli. Ik zal weer nadenken. En we leven om 13:47. Ja, ik had eerst even andere prioriteiten te doen. En zoals jullie zien is mijn haar weer nat en hard natuurlijk. Want ik doe er verstevering in en dan wordt dat een beetje hard. Maar als ik het straks wanneer het droog is uitgekamd heb, dan zit het weer beter. Ja. Ik heb lekker mijn eigen gewassen in gedaan, in bovenaan het werk geweest, in ja, van alles en nog wat. En het wordt nou hoog tijd dat ik weer eventjes mijn meiden uit ga laten. Vanochtend ook natuurlijk al gedaan, maar toen heb ik ook andere prioriteiten gehad om jullie erbij te pakken. En ook helemaal vergeten, ik was er helemaal niet bij met mijn hoofd. Ik was van alles druk aan het doen. En nou, en hun waren ook heel erg lief. Alsof ze niet naar buiten wouden. Nou ja, dan niet. Maar ja, ze zijn wel geweest. En gewoon een lekker blokje gelopen vanochtend vroeg. Dames, klaar nu. Ja, hoeft niet, hè? Nee. Laat jij nou eens een keer de wijste zijn, want je bent de oudste. En de grootste. Ja? Oh. Hoef. Maar in ieder geval, en wat de dag ons verder gaat brengen, weet ik niet. Want ik heb de plan om eigenlijk gaan zitten te renderen. Ja. Even een soort vlogs in elkaar te zetten. Want ik loop weer een beetje op achter, omdat ik 2 dagen niks had gedaan. Loop ik weer wat op achter. Maar het is ook prachtig mooi weer. Ik weet niet wat we onderweg tegenkomen. Nee, dat weet ik niet. Dus dat merken we. Maar in ieder geval welkom bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. En jullie zitten ook te kriebelen. Dat vind ik helemaal niet leuk. Ga daar eens weg. Om mijn voeten te snuffelen en te doen. Nee. Ja, ga het maar leggen. Potverdikkie. Gekke beesten zijn jullie. Maar in ieder geval, stelletje boefies. Hé, stelletje boefies. Maar in ieder geval, dan wil mijn poot weer niet gaan staan. Zo, ik moet er toch mee aan de gang. En hoe ik het voor elkaar moet krijgen, ik weet het allemaal nog niet. Maar ja, ik zou hem ook nog losgemaakt hebben. Heb ik ook nog steeds niet gedaan. Ten eerste te druk gehad met andere dingen, kwam er niet aan toe en daarna ben ik het weer vergeten. Maar ja, dat kan ook gebeuren. Ik zal er toch maar eens over buigen hoe en wat. En hoop ik dat ik hem toch ook weer in elkaar kan zetten. Maar ja, wat in elkaar gezet kan worden, dat kan ook weer uit elkaar gehaald worden en kan ook weer in elkaar gezet worden. Ja toch, dat dacht ik wel. Vooral als je schroefjes ergens ziet zitten, dan moet je toch dat uit kunnen draaien en iets om kunnen draaien en dat weer vast kunnen maken. Ja, we wachten het af. We zullen het beleven. Ja, en ik zal het eerst jullie ook wel laten zien hoe dat zit met die poot. Want het is, ja, zo hoort het niet. Er staat een poot naar voren, naar mijn toe, en 2 ja, een beetje naar de zijkant, schuin zij. Maar achter zit geen steun. Maar de camera die zit in de houder, die loopt met een bocht. Die behoort, naar mijn idee, naar die poot toe te staan die naar mij toe staat, want dat is het topgewicht. Maar als ik hem dan wat hoger ga zetten en ik zet hem dan weer neer, dan gaat hij kantelen. Ja, dat moet niet. Hij moet wel blijven staan. En daarom moet hij boven die ene poot die naar mij toe staat. Maar ja, wie ben ik? Ik ben ook maar een mens en ik kan ook mijn eigen vergissen en fouten maken. Dat doet iedereen. Maar ja, ik heb ze gezien, er staan de poten naar achteren toe.
en niet naar voren. Dus ja, ze hebben dit gewoon verkeerd even in elkaar gezet. Nou ja, wat in elkaar gezet kan worden, kan ook weer uit elkaar en weer in elkaar. Dus ja, we proberen het gewoon een keer. Als ik aan toe kom, ik wil nou eerst gewoon zien dat ik films kan renderen, et cetera. En ja, je weet niet wat de dag brengt. Je kan ook over wat visite krijgen of wat dan ook. Maar ik heb niks gepland of wat dan ook, dus ik zie wel. Dus voor nu zou ik zeggen, lieve vrienden, geniet van de dag. Want het is hier prachtig mooi weer, ondanks dat het wel hard waait. Maar het is niet koud, want bij de poort is 23 graden. Ja, hier op de vlakte is toch wel 18 graden, hoor. Ja, 18 graden, deels zonnig. Kans op regen 45%. Nou ja, zo dus, ja. Dus ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Kijk, lieve vrienden, normaal zitten jullie hier in. Ja, daar zitten jullie in. Dan loopt dat met een boogie. Hup, hup. Ja, dan heb je daar zo'n knopje om een foto te maken. Maar dan staat die poot naar voren toe. Maar als ik hem nog hoger doe, dan valt hij om met jullie erin. Ja, dat is niet goed. Nee. Dus ja, ik ga dat proberen een keertje los te maken. Maar dat komt wel goed. Ja hoor. Dus ik zou zeggen, nogmaals, tot later.